Jezus vertrok daar vandaan en arriveerde in zijn thuisstad. Zijn discipelen waren met hem meegekomen. Toen het Sabbat werd, begon hij te onderwijzen in de synagoge. En de vele toehoorders waren diep onder de indruk. Waar haalt hij het toch vandaan? Hoe komt hij aan die wijsheid? Hoe is het mogelijk dat hij die wonderen doet? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en broer van Jacobus, Jozef, Judas en Simon? En zijn zussen wonen toch hier bij ons? Ze ergerden zich aan hem. Het is alleen in zijn thuisstad, bij zijn familie en in zijn eigen huis dat een profeet geen eer ontvangt. Hij kon er geen wonderen doen. Alleen genas hij enkele zieken door hun de handen op te leggen. Hij verbaasde zich over hun ongeloof. Daarna trok hij van dorp tot dorp om er te onderwijzen. Jezus riep de 12 bij zich en begon hen 2 aan 2 op pad te sturen. Hij gaf hun gezag over onreine geesten en gaf hun de volgende instructies. Neem niets mee voor onderweg, behalve een wandelstok. Geen brood, geen reistas en geen geld in je geldriem. Trek wel schoenen aan, maar geen extra kledij. Wanneer jullie ergens logeren, blijf daar dan, totdat je uit die plaats vertrekt. En wanneer men je ergens niet verwelkomt of niet naar je luistert, vertrek dan uit die plaats en schud het stof van je voeten als een teken voor hen van jullie afkeuring. Ze gingen erop uit en riepen de mensen op om zich te bekeren. Ze dreven veel demonen uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. Jezus' naam raakte bekend en ook koning Herodes hoorde over hem. Johannes de Doper is uit de dood verrezen. Daarom doet hij wonderen. Hij is Elia. Hij is een profeet, zoals de profeten van vroeger. Maar toen Herodes het hoorde... Johannes, die ik heb laten onthoofden, is verrezen. Herodes had namelijk zelf bevolen om Johannes te arresteren en in de gevangenis vast te zetten. Wegens Herodias, de vrouw van zijn broer Philippus. Herodes was met haar getrouwd. U mag uw schoonzus niet tot vrouw nemen. Daarom had Herodias een hekel aan Johannes. Ze wilde hem ombrengen. Maar ze kreeg daartoe niet de gelegenheid. Herodes was namelijk bang voor Johannes, want hij wist dat Johannes een integere en heilige man was en hij beschermde hem. Herodes luisterde graag naar Johannes, hoewel het hem in verlegenheid bracht. Herodias zag er kans schoon op de verjaardag van Herodes. Toen hij een feestmaal hield voor zijn hoge functionarissen en militaire bevelhebbers en de vooraanstaande burgers van Galilea. Toen Herodias' dochter kwam dansen, beleefden Herodes en zijn gasten daar zoveel plezier aan. Vraag me wat je wilt en ik zal het je geven. Ik zal je alles geven wat je vraagt, al was het de helft van mijn koninkrijk.
Wat zal ik vragen? Het hoofd van Johannes de Doper. Het meisje haastte zich meteen terug naar binnen en zei tegen de koning: Ik wil graag dat u mij onmiddellijk het hoofd van Johannes de Doper geeft op een schaal. De koning was zwaar aangeslagen, maar wegens zijn eden en zijn gasten wilde hij het haar niet weigeren. Hij stuurde meteen een beul naar de gevangenis om het hoofd van Johannes te halen. De beul vertrok, onthoofde Johannes en kwam terug met zijn hoofd op een schaal. Hij gaf het aan het meisje en zij gaf het aan haar moeder. Toen Johannes' discipelen dit hoorden, haalden ze zijn lichaam op en legden het in een graf.